over een bal steken. Ik heb hier een bijenkast staan. Ja. Een kast waar dus de volken in zitten. Gedurende het hele jaar, want bijen leven het hele jaar door. Overigens moet ik zeggen, dat ben ik in het interview vergeten te zeggen. Zomers leven de werkbijen kort, 6 weken slechts. Bijen vliegen na 3 weken en dan vliegen ze zich eigenlijk in die 3 weken helemaal kapot. Dus de vleugels zijn op en dan sterven ze. Dat betekent dat je na 6 weken zo'n bij weer vervangen moet hebben. En als je nagaat dat er in zo'n volk 60.000 werkbijen zitten, die dus elke 6 weken vervangen moeten worden, dan kun je je ook voorstellen dat het voor een koningin hard werk is. Voor 1 koningin, hè? Voor 1 koningin, om iedere 6 weken weer een compleet nieuw volk van 60.000 bijen te hebben. Dat betekent dus in een week tijd 10.000 eieren. Dus verdeeld over 7 dagen betekent dat er rond de 1500 eieren per dag wat gelegd moet worden. En dat komt allemaal in die kast terecht, samen met de honing natuurlijk. Uit die eitjes komen dan de larven, die na 3 weken klaar zijn, uitlopen en dan eerst in de kast aan het werk gaan. En na 3 weken vervolgens weer uitvliegen om dan na 3 weken te sterven. Dus van ei tot en met dode bij ben je 9 weken. 9 weken verder. Daarnaast zit er natuurlijk ook honing in en stuifmeel wordt ook aangebracht in het volk. Meestal zit het broed in het midden, zoveel mogelijk naar onderen. Daarboven zit het stuifmeel, dan krijg je de honing. En uiteindelijk dek je het af met een plaat. Nou, ik ga het gewoon eens even opbouwen. Het is een beetje een rommeltje, want het zijn eigenlijk 3 verschillende kasten. Niet types, want het is allemaal hetzelfde type. Het is een spaarkast, zo noem je dat. Je hebt allerlei soorten, het is een spaarkast. En dat begint met een bodemplaat. Ja. Er zit gaas onderin, dat heeft met beluchting te maken. Ik heb geen plankje nu bij de hand, maar je kunt er een plankje in schuiven zodat je hem toch afdicht. Vooral in de winter van belang, zodat er onder niet te veel kou komt. Dit is de vliegplank, daar gaan de bijen op landen en dan kunnen ze zo de kast invliegen. Deze kasten die zijn uitgevonden aan het eind van de 19e eeuw. Voor die tijd hadden we korfimkeren. Bij korfimkeren moest je uiteindelijk voor het oogsten de bijen slachten. Dat betekent doodmaken. Er ging er wel iets aan vooraf, want je moest natuurlijk wel weer een volk voor het volgend jaar hebben. Dat werd natuurlijk allemaal geregeld, maar uiteindelijk moest er geoogst worden. Dan werden de bijen met zwavel doodgemaakt en daarna werd de honing eruit gehaald. Als het hele vaste honing is, zo is heidehoning uitgesneden en anders dan moest het natuurlijk ook geslingerd worden. Toen zijn dit soort kasten uitgevonden en deze kasten die zorgen er eigenlijk voor dat je voortdurend het hele volk uit elkaar kunt halen en weer in elkaar kunt zetten zonder dat je iets hoeft dood te maken. Het verstoort natuurlijk wel, maar het is wel heel goed werken, vooral ook omdat je in staat bent om op vrij eenvoudige manier de koningin bijvoorbeeld te vinden. Daar waren die korfinkers overigens ook heel aardig toe in staat hoor, want dat konden ze ook prima. En dat bouw je dan zo op. Dit is een broedbak. Daar komen broedramen in. En dat zijn echt de eitjes. Ramen. Ja. Daar zit nu een plaatje was in. De bedoeling is eigenlijk dat de bijen dat gaan uitbouwen. Ik heb niet een compleet uitgebouwd plaatje hierbij zitten. Maar je ziet hier al dat er is uitgebouwd. Er zit trouwens stuifmeel in. Hier onderin nog niet. Hierboven wel. Dit is een raam is onaf. Het is ook een beetje weggezakt. Dus dit raam heb ik afgekeurd. Want als het wegzakt, dan kan het aan de andere kant vastgezet worden aan een raam ernaast. En als ik het dan uittrek en er zit bijvoorbeeld honing in, dan gaat de honing eruit, trek je het stuk, dus er wordt een bende. En dat is juist het mooie van imker op deze manier. De afstanden zijn zo bedacht dat de bijen de boel niet aan elkaar zetten, maar dat die raampjes altijd los van elkaar blijven. Okay. Blijft toch één geheel. De bijen voelen zich er prima in thuis. Maar de imker kan alles uithalen, weer terugzetten en daarmee werkzaamheden verrichten. Is je volk wat kleiner, dan kan je ook dichte ramen erin zetten. Om het wat nauwer, wat compacter te maken. Dan zie je dat het volk weer groeit. Nou, dan haal je deze eruit en dan gooi je er weer een nieuw raam in. En dan kunnen ze, kunnen ze dat verder uitbouwen. Dat doen de bijen echt helemaal zelf? Dat doen de bijen helemaal zelf. Je hoeft ze in wezen geen plaatje te geven. Want dan zouden ze het zelf ook gaan vullen. Maar altijd op een rommelige manier. En als imker wil je dat er strak gewerkt wordt. Dus zo'n plaatje zet je strak in het houtwerk. En dat betekent dat het ook strak mooi uitgebouwd wordt. Dus geen open hoekjes of dwarsverbanden of wat dan ook. En daarom krijgen ze dat plaatje. Dat is ook verder gewoon bijenwas. Dat koop je, dat is gewalst. En dat zit het grondpatroon. Dat is misschien wel ik ben net al gezien. Maar het grondpatroon van de cel. Zit er al in, de zes kantjes. De zes kantjes zit er al in.
Nou, je hebt meestal twee bakken op elkaar staan, want die ruimte heb je wel nodig voor om er bij de 60.000 bijen. Dus bovenop die bak staat dan ook deze bak. En dat wordt dan de honingbak? Nee, dat is ook nog een broedbak. Oh. En daarbovenop, daar komt de honingbak. Nou is het zo dat als je die honing wil slingeren, de honingbak is al wat kleiner. Er zitten honingramen in, dat zijn deze ramen. Maar een bij maakt het geen zak uit of het groot of klein is. En die zou ook rustig in zo'n honingraam eitjes afzetten, de koningin. Dus die koningin wil ik niet in de honingbak hebben. Zeker niet op het moment dat ze echt flink honing gaan maken. Dus ik zet er altijd een rooster tussen. En daar kan de koningin niet door. Net niet erheen. En de werksters wel. Darren kunnen daar ook niet door trouwens, maar dat is verder ook niet erg. Maar de werksters kunnen daardoor, koningin niet. Dus dat zet ik er eerst nog even tussen en dan komt de honingbak erop te staan. Echt erop te staan. En daar gaat dan ook de raampjes gaan erin. Nou, dan krijg je 10 raampjes. En dan heb je je honingbakken bovenop staan. Vervolgens zet je er een afdekplaat op. Dit ding zit er meestal niet op, maar daar ga ik nog even wat over zeggen. Ja. En daar bovenop, maar die heb ik niet bij de hand, komt een deksel. Echt gewoon een deksel, ja. En dan is het klaar. Oké. Dus en dit is min of meer de standaard kast zoals je een bijenimker ziet. Nou, je ziet hier op de stal dat het op een aantal plekken anders is. Dat kan komen omdat het een klein volkje is, een zwermpje. Omdat ik een volkje apart heb gezet, de koningin zeg maar apart heb gezet. En met een aantal bijen. Om het zwermen te voorkomen. Dus dat zijn allemaal redenen om ook wel eens een volk kleiner te maken of een klein kastje te hebben staan. Maar in principe gaan we dat allemaal weer uitbouwen en krijgen we dan 8 van dit soort kasten te staan. Nou, dan nog even iets over deze, want dat is wel een interessant geval. Op een gegeven moment zit die honingbak natuurlijk vol met honing. Daar wil ik honing slingeren. Maar hij zit behalve vol met honing ook vol met bijen. Die bijen die zijn honing aan het maken en die brengen dat dan ook in die celletjes. Overigens moet ik zeggen dat de bijen die de nectar halen, want bijen halen nectar, zijn niet dezelfde bijen die de honing maken. De honing wordt gemaakt in de honingmaag van de bij. Dat doen bijen die in de kast zitten, dus de bijen die nectar gehaald hebben, de vliegbijen, die geven de nectar over aan de honingbijen. Die maken daar dan honing van. En die brengen dat dan in de honingbak, die bergen dat op, dekseltje eroverheen en klaar is Kees. Okay. Dat betekent dat hier wel voortdurend activiteit is op die 10 ramen. Wil ik slingeren, dat doe ik dan in een slinger, een grote centrifuge, dat doe ik altijd in het natuurmuseum. Dan moet ik wel van die bijen af, want ja, die wil ik niet meenemen daar naar binnen. Dat is heel vervelend. Er komen altijd wel bijen mee. Vind je ze niet echt grappig? Maar dan komen er 10 bijen mee en dan zeg ik altijd weer, wat hebben we veel bijen binnen? Terwijl het eruit weinig zit. Kijk, ik haal ze eruit en dat doen we op de volgende manier. Een dag van tevoren, als ik ga slingeren eigenlijk, 's avonds, voordat ik ga slingeren, dan ga ik naar de bijen toe. Ik haal het moerrooster ertussen uit. En dan zet ik deze plaat met dit ding erin, zet ik hier bovenop. Dit is namelijk een bijenuitlaat. Ik zal maar even afhalen. De bijen die hier dus in die honingbak zitten, moet ik misschien voor de volledigheid nog even laten zien. Ja. Die zitten natuurlijk hier bovenin, zo op deze manier. Meestal geef ik het iets ruimte door er een klein stukje hout tussen te zetten, wel helemaal rondom afgesloten. Ja, dat het wel dicht is, maar... maar dat ze wat makkelijker hierbij kunnen komen, want dit is namelijk de uitgang. Dat komt omdat hier een roostertje zit. Dus ze ruiken de bijen die eronder zitten. Dus zijn ze klaar met het honing maken waar ze mee bezig waren daar. Dan gaan ze weer naar beneden toe om nieuwe dingen op te halen. En dan kruipen ze hier naartoe, want hier zit het gat, dat ruiken ze. Alleen, ze kunnen er niet door, want het is een roostertje. Ja. Maar aan de binnenkant loopt een gangetje. En hier is de uitgang. Daar komen ze dan uit. Ja. Ze kruipen naar beneden. Vervolgens hebben ze natuurlijk weer nectar en honing en dat moet weer terug. Maar dan kruipen ze hier naartoe, want ze ruiken dat daar de honing zit. En hier willen ze door. En dat loopt dood. Maar er is geen gangetje naar links of naar rechts. Dus ze blijven hier maar zitten en dit vinden ze niet. Dus ze lopen er allemaal uit in een nachttijd, maar terugkomen ze niet. Nou, de volgende dag heb je misschien 1 of 2 bijtjes er nog in zitten. Die nog, Soms helemaal niks, hangt er een beetje vanaf. En dan is de honingbak leeg.
Nou ja, hij is vol met honing, maar er zit geen bij meer in. En dan neem ik de bak met de ramen mee naar het museum. En dat doe ik ook met de andere bakken van de andere kasten. En dan slingeren we de honing. Rook gemaakt. Want rook gebruik je om bijen, zeg maar, ja, weer in de kast te krijgen of weg te krijgen. Of in ieder geval opzij te douwen. En zonder rook en onrustige bijen heb je echt een probleem. Dus als ik de bijenkast openmaak, ook al is het maar voor eventjes. Een beetje. Altijd rook maken. Altijd rook maken. Papier erin. Je kan ook een pijp gebruiken. Maar het nadeel van een pijp is dat je dan een gat in je pak moet maken. En door gaten kunnen bijen. Kunnen bijen komen. Die. Het praktische daarvan is weer dat je een pijp in je mond kunt nemen. En dan heb je twee handen vrij. Nu heb je altijd, en nu heb ik altijd een hand nodig om een blaasballig te bedienen. Broker noem je dit eigenlijk. Dit is dus niet een. Nou, eigenlijk moet deze er bovenop zo. Kijk. Ja, die echt. Kijken maar een beetje. Zo. Ja, linker regenbuik, kijken ze voor zich. Dat is leuk voor de opname. Zo. Ook als ik het gras knip bijvoorbeeld, want ik moet nodig het gras knippen. En dat doe ik of met een zeis of met een schaar. Ja. Maar zelfs dan worden ze op een gegeven moment worden ze met zat. Dat je erbij komt. Ja, en dan. Nou, als je, dus, je wil zelf ook bij de bijen even kijken natuurlijk. Ja, leuk. Ja, ja, zeker. Even een, ik had een pak. Ik heb daar een pak. En daarvoor ook. Oh nee, dat is inmiddels geen 6 dames meer. Nou, dit is dan de afdekplaat. De deksel, zeg maar. De deksel, ja. Dat is eigenlijk vooral vanwege het weer dat je die erop hebt zitten. Want het regent natuurlijk, dus dit staat open. Die kun je opzij neerzetten. Soms dan wil je bijvoorbeeld de honingbak of een broedbak wil je opzij wegzetten. Dan leg ik mijn deksel zo neer. En dan zet ik die bak daar bovenop. Want aan de onderkant is hij natuurlijk open. En dan kunnen de bijen er wel uit. Je vermorselt ook op die manier zo min mogelijk bijen. Dus kijk wat er gebeurt. Nou ja, kijk. Kijk. Dit is de dekplaat dus. Ja. Er zit geloof ik wel een rooster ook tussen. Bijen zitten rustig op de raad. Dus dat is eigenlijk wel goed. Hele. Dat zijn alleen maar degenen die eronder zitten. Ja, ik ga de schijf wat onrust verwekken door even op de plaat te slaan. Want nou zakken ze dus naar de bodem of dan vallen ze hier op. Nou, we kunnen wel eens kijken. Eén raampje omhoog halen, voorzichtig. Even daarvoor ga ik toch wat rook gebruiken. Zie wat er gebeurt. Ze kruipen allemaal naar binnen toe. Ze kruipen naar binnen toe. Deze honingbak is kort geleden geslingerd. Dus de honing die er nu in zit is van de afgelopen week. Ik haal het tweede raampje eruit vandaan. Er zal nog weinig in zitten. Ja, dat klopt ook inderdaad. Je ziet hier wel al wat glinsteren weer. Ja. En jij hebt ook niet de situatie gezien vlak na het slingeren. Maar dan is het wel een bende. Want er zitten dekseltjes op. Die heb je eraf afgehaald. Dus de bijen hebben dit in een paar dagen tijd alweer prachtig schoongemaakt. De randjes zijn weer gaaf. En ze zijn weer druk bezig om er honing in onder te brengen, aan te brengen. En als dat klaar is, die honing, dat werkt eigenlijk vanuit het midden. Ik denk niet dat er al raampjes dicht zijn, maar ik zal toch voor de zekerheid even kijken. Dus je hoort, ze worden meteen wat onrustig, dus we gaan nou even wat. Te veel roken is ook niet goed hoor. Worden ze ook. En je moet zeker niet gaan roken als je honing nog open is, vlak voordat je gaat slingeren. Dit is een nieuw raampje. Ja. Kijk, dat is wel leuk om te zien. Dat zijn ze nog aan het uitbouwen. Dat zit er vrij recentelijk is dat erin geplaatst. Okay. En het is eigenlijk de echte snelle bouwtijd is alweer een beetje voorbij hoor. Want dat, dan kunnen ze in een paar dagen tijd zo'n raampje helemaal uitgebouwd hebben. In het randje zit er niks. Hier zie je niks. Of dat het dit jaar nog helemaal gaat worden, dat is de vraag. Aan deze kant is het iets meer opgevuld. Zo. Nou,
Ik doe even wat rook en ik zet de dekplaat weer op. En dan kijken we nog even het kastje hiernaast. Daar zit een klein volkje in. Ja. Het is een kunstzwerm, dus een koningin. Nou, klein. Het kastje zit aardig vol. Ik denk dat ik het naar een grotere bak over moet brengen. Zo, deze erop. Net zoals hier op. Zo, hoppa, en die dicht is hier weer. Dus we kunnen weer terug. Die weer zo verplaatsen, dan komt deze. Normaal gesproken maken bijen elkaar af als ze het verkeerde volk ingaan. Maar het afslaan, dat is altijd een beetje een gedoe, maar ik doe dat toch omdat anders je de kans loopt dat je bijen plet. Een beetje. Ze zijn flink in het bouwen geweest. Ja, ze bouwen alle kanten op. Ja. En ook naar boven. Even kijken, omdat dit een klein volkje is. Komen ze er niet met 10.000 tegelijk uit. Nee, dit is verder nog niks. Het is uitgebouwd raam, een beetje donker. Ja. Het is eigenlijk te donker, er is aan vervanging toe. Maar goed, ik laat het nu nog even zitten. Hier moeten dus eigenlijk broedsels bij zitten, dus larven. Hier zou broed in moeten zitten. We gaan eens even kijken of het ook zo is. Deze is leeg verder.